Beuningen heeft een burgemeester en sinds vorig jaar ook een kinderburgemeester. Ze gingen samen in gesprek met Beuningse kinderen. Nou, ik ga samen met Quinty, dat is onze eerste kinderburgemeester van de gemeente Beuningen. Gaan we in gesprek met kinderen die het interessant vinden om te horen wat een burgemeester van de gemeente Beuningen doet en wat de kinderburgemeester doet. Kinderburgemeester word je niet zomaar. Nou, de grote burgemeester maakte een filmpje en die werd in de klas laten zien. En toen dacht ik, nou, mij lijkt het wel leuk om kinderburgemeester te zijn. En toen heb ik me opgegeven. Toen ben ik doorgegaan naar de tweede ronde. En vanuit de tweede ronde ben ik doorgegaan, eigenlijk kinderburgemeester geworden. Quinty heeft verschillende taken. Nou, ik mag bijvoorbeeld een lintje doorknippen en ik kom op voor de kinderen uit de gemeente. Mag dus een lintje doorknippen bijvoorbeeld. Of ik mocht Sinterklaas ontvangen en ideeën van mij worden werkelijkheid gemaakt. De echte burgemeester vertelt graag aan kinderen wat haar werk inhoudt. Ik stond hiervoor klaar natuurlijk, want het is altijd heel leuk om uit te leggen wat je doet als burgemeester. En zeker ook voor kinderen. De jeugd heeft de toekomst. En later wil iemand misschien ook burgemeester worden, of wethouder, of raadslid. Het is altijd goed om daarover te vertellen. De kinderburgemeester is nog te jong om te stemmen tijdens verkiezingen. Maar zodra ze 18 is, zou ze dat wel moeten gaan doen, vindt Bergman. Kan niet vroeg genoeg beginnen, daar heb je helemaal gelijk in. En het is juist heel belangrijk dat die jongeren juist wel naar de stembus gaan als ze eenmaal 18 zijn. Want jongeren, hoor ik heel vaak, willen ook een woning. En dat is lastig. En laat je stem horen, zeg ik dan altijd. Dus belangrijk om dat mee te geven.